Ik start met de peer. Ik ga 3 peren snijden, ongeveer 500 gram. Daar gaan nu 150 gram blauwe bessen bij. Je kunt gerust ook diepvriesbessen gebruiken trouwens. Die mocht je er rechtstreeks bij doen, je hoeft die niet te ontdooien. En nu onze kruiden. Een halve theelepel kaneel. Een halve theelepel cardamom. En tot slot een halve theelepel gemberpoeder. Nu gaan we de crumble zelf maken. Daarvoor hebben we nodig 50 gram pekannoten en 50 gram hazelnoten. En die gaan we eerst grof hakken. Dat zorgt voor extra crunch in onze crumble natuurlijk. Daar gaat nu nog bij 50 gram amandelmeel. Ook hier gaan we wat extra kruiden aan toevoegen. Een halve theelepel kaneel en een snuifje fleur de sel. Nu onze boter. We gaan hier 40 gram boter onderkneden. Zorg er wel voor dat uw boter koud is, want anders gaat hij iets te snel smelten door de warmte van uw vingers en dat is niet de bedoeling. Hier gaan we nu voor een zoetje nog 2 eetlepels ahornsiroop bij doen. Je kunt hier zeker ook werken met honing bijvoorbeeld of met agave. Nog even omroeren. Dan over ons fruit dresseren. Je hoeft dat zeker niet gelijkmatig te verdelen. Het is zelfs leuk dat er sommige plekjes zijn die volledig fruit zijn en andere die zo lekker dikke stukken van die crumble hebben. Deze gaat nu 25 à 30 minuten in de oven op 175 graden. Dit ziet er geweldig uit. Dit ruikt geweldig. Nog een beetje Griekse yoghurt erbij. Smakelijk!